Leerdoel: de D-STEP-Analyse. In de animatie met de inleiding van strategisch management heb ik de verschillende stappen van het strategisch proces behandeld. Na het vaststellen van het startpunt op basis van de missie, de visie en de huidige strategie, start de tweede fase van het proces. Dit is de zogenaamde Analysefase. De Analysefase bestaat uit twee onderdelen: een analyse van de externe omgeving en een analyse van de interne omgeving. De D-Step analyse en het vijfkrachtenmodel van Porter zijn twee veelgebruikte modellen voor de analyse van de externe omgeving. In deze animatie zal ik de D-Step methode behandelen. De wereld om ons heen en dus ook de wereld van organisaties verandert in hoog tempo. Deze veranderingen in de omgeving hebben in meer of mindere mate impact op een organisatie en spelen een belangrijke rol in de groei of voortbestaan van een organisatie omdat een organisatie een open systeem is. Het gestructureerd in kaart brengen van de omgeving geeft een organisatie inzicht in trends en ontwikkelingen die een kans of bedreiging kunnen vormen voor de organisatie. Dit gestructureerd in kaart brengen van deze veranderingen in de omgeving van een organisatie noemen we een externe omgevingsanalyse. Een externe omgevingsanalyse kent twee verschillende niveaus, te weten. Een analyse van de macro-omgeving. Dit omvat de ontwikkelingen waar de organisatie geen invloed op kan uitoefenen. Denk aan technologische, politieke of economische ontwikkelingen en de eventuele verbanden tussen deze gebieden. Een analyse van de meso-omgeving. Dit betreft de bedrijfstak waarin een organisatie functioneert. Het onderscheid tussen de macro- en meso-omgeving wordt dus bepaald door de mate waarin een organisatie invloed kan uitoefenen op de veranderingen in de omgeving. De D-step-analyse is een van de meest bekende en meest veel voorkomende analyses om de macro-omgeving te analyseren. De D-step-analyse is een analyse van de volgende omgevingsfactoren: demografische factoren, economische factoren, sociaal-culturele factoren, technologische factoren, ecologische of milieufactoren, politiek-juridische factoren. Politiek de uitkomsten van de analyse van de macro-omgeving worden vertaald naar kansen en bedreigingen en vormen input om de koers van de organisatie te bepalen of strategie bij te stellen. We zullen per omgevingsfactor bespreken wat de belangrijkste punten zijn om te onderzoeken. Dit zijn dus altijd elementen die niet beïnvloedbaar zijn voor de organisatie. Belangrijk is om deze punten te vertalen naar een bedreiging of een kans. Als eerste bekijken we de demografische factoren. Demografie is de wetenschap die een bevolking, klantengroep of doelgroep bestudeert. Onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld leeftijdsverdeling, geslacht, opleidingsniveau, ras, beroep, gezinssamenstelling, inkomen en hoe deze groep in de tijd verandert door zaken als geboorte, sterfte en migratie. Het geeft een inzicht in de kenmerken en trends van de geanalyseerde groep. Om goede en betrouwbare analyses van trends en ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving te kunnen maken, kun je onder andere terecht op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. In dit figuur zie je een belangrijke ontwikkeling in de demografie. De Nederlandse bevolking vergrijst. Voor een organisatie die actief is in de zorg kan dit een kans zijn. De organisatie kan zich juist meer richten op oudere zorg. Voor een organisatie als TikTok is dit een bedreiging, omdat ouderen geen gebruik maken van hun platform. Als tweede de economische factoren. Economische factoren geven de economische toestand van een land of regio weer. Denk hierbij aan zaken als hoog- of laagconjunctuur, economische groei of krimp, inflatie of deflatie, koopkrachtstijging of koopkrachtdaling, gemiddeld inkomen, werkloosheid, etc. Het is van belang om de voorliggende periode en de economische ramingen voor de komende periode mee te wegen om tot een goed oordeel te komen over de invloed van de economische factoren. Wat is het effect van de economische factoren op een land of regio? Welke invloed hebben ze op de klant of doelgroep van de organisatie en daarmee de afzet van producten en diensten? Om goede en betrouwbare analyses te kunnen maken kun je onder andere terecht op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. Voor branch-specifieke economische trends kun je vaak terecht bij banken zoals ING en Rabobank. Kijk eens naar dit voorbeeld. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures CBS 2021. Dit betekent dat er spanning op de arbeidsmarkt heerst. Sociaal-culturele factoren zijn de derde stap in deze analyse. Sociaal-culturele factoren betreffen kenmerken en invloeden van een cultuur en leefgewoonten binnen een land of regio. Denk hierbij aan normen en waarden, tradities, omgangsvormen, geloof, vrije tijdsbesteding en lifestyle. Maar denk ook aan trends zoals een leven lang leren en de 21st-century skills. Om goede en betrouwbare analyses te kunnen maken kun je onder andere terecht op de site van het Centraal Planbureau en NPO Innovatie. Een voorbeeld van een sociaal-economische trend is bijvoorbeeld de opkomst van biologische voeding en de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. De volgende factor is technologie. Technologische factoren zijn ontwikkelingen op het gebied van techniek en ICT. Denk hierbij aan mechanisatie, automatisering, robotisering. De mogelijkheden die ontstaan met de komst van 5G en Internet of Things zijn ook voorbeelden van technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen bepalen in grote mate de ontwikkeling van toekomstige producten en diensten. Het wordt gezien als het antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken. Een voorbeeld van een technische trend is de ontwikkeling van de accutechnologie voor elektrische auto's, robots in de zorg om het personeelstekort op te vangen en Apple of Google Pay als betaalmethode in plaats van een pinpas. Ecologische of milieufactoren betreffen de invloed van organisaties op de natuurlijke omgeving van een land of regio. Denk hierbij aan de impact op lucht, water, bodem en natuur. De aandacht voor ecologie en milieu is voor veel bedrijven momenteel een topic, omdat de macro-omgeving in beweging is. Denk hierbij aan veranderende wetgeving, een sterker wordende maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van vervuilende industrieën, overconsumptie en het schaarser worden van grondstoffen. De laatste analyse is die van de politieke factoren. Dit betreft veelal de invloed en besluiten van overheden van een land of regio. Dit vertaalt zich doorgaans in wijzigingen van regel of wetgeving. In de meeste landen spelen politiek-juridische factoren op meerdere niveaus. In Nederland hebben organisaties bijvoorbeeld te maken met regel en wetgeving op verschillende niveaus, te weten Europees niveau, Landelijk niveau, Provinciaal niveau. En gemeentelijk niveau. De regel en wetgeving kan in Nederland op provinciaal of gemeentelijk niveau verschillen. Daarom bevat een goede analyse van deze macro-economische factor deze vier niveaus. Wijzigingen in politiek-juridische factoren kunnen ingrijpend zijn voor een organisatie in termen van kansen of bedreigingen. Door het invoeren van belastingen of het geven van subsidies beïnvloeden overheden vraag en aanbod. Voorschriften waaraan een product of dienst moet voldoen kunnen als gevolg van overheidsbeleid wijzigen en bepalen daarmee de product- en ontwikkelspecificaties. En tot slot kunnen overheden een product of dienst in zijn geheel verbieden. Een voorbeeld: Landen, Europese Unie, worden het eens over verbod wegwerpplastic. Een ander voorbeeld is: Uberchauffeurs vallen onder cao-taxivervoer. De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet namelijk aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Dat hebben drie kantonrechters bepaald in een zaak die tegen Uber was aangespannen door vakbond FNV. De uitspraak van de kantonrechters betekent dat Uber verplicht is de CAO op de arbeidsovereenkomsten van deze chauffeurs toe te passen. Daarmee kunnen deze chauffeurs in bepaalde gevallen aanspraak maken op achterstallig salaris. Zo, dat was een uitgebreide uitleg van de D-step-analyse. Zoals gezegd, zullen we ook de analyse van de Meso-omgeving behandelen in de volgende animatie. Wil je over andere onderwerpen van het vak Management en Organisatie leren? Check dan de playlist Introductie MNO. Vergeet niet je te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe animaties en andere economische vakken.